De kerststal op de Heuvel in Tilburg staat er weer. Medewerkers van Koninklijke Saan en Smeekon hebben gezamenlijk de stal opgebouwd. De beelden zijn ontworpen door Frans Kalmans en gemaakt door de Poolse kunstenaar Tomasz Michalik. Sinds 1993 zijn ze in de maand december te zien in hun eigen kerststal op de Heuvel. Binnen 48 uur na het opbouwen van de kerststal zijn de beelden met melk besmeurd. Om ervoor te zorgen dat de stal moeilijker bereikbaar is voor vandalen, wordt de stal verder aangekleed met kerstbomen. Deze zouden moeten voorkomen dat vandalen eenvoudig bij de beelden kunnen komen. Wie van plan is om de beelden te stelen, komt van een koude kerststal thuis. De beelden zijn namelijk vrij zwaar, minimaal 100 kilo per stuk.